Daar kom ik deze nu fietsen van de Oostgaan-Oosten, een klein richting op de expo. We gaan daar. Ik heb een aardig groetje en nog veel meer mensen. Dus ja, kijk, we zijn met ons mee. Ik ben echt wel eens benieuwd hoeveel landen er eigenlijk gaan staan. Want ik ben er eens een keertje geweest 3 jaar geleden. Dan weet ik nog dat er heel veel verschillende landen waren. Dat is interessant, we hebben nog een klein beetje muziek. Maar ik wil toch sowieso gaan. Ze moeten nu nog een aantal. En dan zijn we daar. Dus we gaan waarschijnlijk wat iets te vroeg zijn, maar beter iets te vroeg dan is dat te laat. Dus wij wandelen nu een richting expo. We zijn wel wat te vroeg, maar beter te vroeg dan te laat. En we wandelen hier eigenlijk en we moeten nog heel wat deel doen. Tot helemaal ginder eigenlijk moeten we gaan. Dus we hebben wel nog wat te gaan. Maar ja, goed. Niet waar dan, waar we gestopt zijn met de trein. Vroeger, maar wie ziet dat niet, maar dus het is dat je het weet. Dus als je dat kunt, kun je best de trein pakken en dat stuk gewoon te voet doen. Dat is ook gewoon gemakkelijk. Ben je eens benieuwd of het echt wel heel druk gaat zijn of niet. Dat hangt er natuurlijk vanaf of dat er veel mensen nu moeten werken of niet. Maar ja, zodat we wel weten, is Kathleen Aerts heel populair. Dus ben je eens benieuwd hoeveel volk er gaat staan. Hoeveel keer dat wij herkend worden. Ik heb trouwens ook mijn brilletje bij en zo dat ik mijn typetje kan doen. Dat vind ik ook wel heel spannend om te doen. Maar dat ga je dan achteraf bekijken op TikTok als dat gelukt is. Uiteindelijk hebben we het al een beetje gedaan. Maar ja, het is wel heel spannend. Maar het is ook wel wat koud. Maar we moeten ons niet haasten. Het gaat open om 10 uur. Dus we hebben eigenlijk nog wel heel veel tijd om tot daar te wandelen. Dus we lopen nu als we hier binnen een foto'tje al. En hier zie je echt al heel veel. Kijk, zo'n tent. Ik weet alleen nog niet waar ik moet zijn, maar ja. Maar we moeten kant in laten. Eerst deze kant op. Dat is. Het is hier echt wel. Zullen we je wel tegenkomen? Het is de stadion ergens. Hier nog een bus. Een busvakantie. Dat is ook al wat denk ik als je op de busvakantie gaat. Wat dat iets moet zijn. Dus we gaan chillen op de bus. Kijk, ze allemaal figuren, ze zijn overal. Zo, echt hier. Allemaal diertjes. Het is lekker een peer. Wel mooi. Wel een peer. Je hebt de cocktailbar. Eerst de eerste kant doen. Daar zullen we het wel tegenkomen, waar we moeten zijn. Ik heb een muts nog aan, ik heb echt wel warm. Kijk, fietsvakanties, dat is ook wel leuk, denk ik. Dat. Hier kun je iets drinken. Dan gaan we naar daar. Ja. Probeer maar. Hier heb je zo'n kaas. Allemaal kaas. Allemaal verschillende kleuren kaas. Kijk, dat is de boot.
Als je moest ze afvoeren. Ik geef ze als een poesje. En ik zo om. En je kunt gaan. Dat is helemaal goed. Dus even de weg te vinden. Dag. Dus dat is helemaal goed. Dus ik ga terug. Toen ik als ik weer. Oké, zo, nog een tent. Brazilië. Dit is Brazilië. We gaan niet met dit. Ik ga hier eens goed. Ik heb gevonden. Nu is er een kwestie van aanspreken. Het is natuurlijk wel makkelijk. Dus dat is best die aanspreken. Ik zat hier bij een droom. Wijn. Alles. Dus ik heb zin op alles wat je nog volgt en zo. Dus ik ga het echt staan. Ik ben hier een afstand. Dus je zou zeggen, wacht, dat is heel graag om te gaan over. En dan is het mijn beurt. Zo, dus, zo van het. Zenuwachtig bespreken, ja, vorige keer mijn broer dat gevraagd. Dus het was nu de eerste keer dat ik dat ging vragen. Maar kijk, dit is wat er allemaal te zien is. Ik ben eigenlijk altijd heel stil als ik iets moet vragen. We hebben een koekje mee. Alleen, het is een beetje groot, dus we gaan het de hele tijd moeten vasthouden. Ik had er iets gezien van dino's, maar ik vind het niet meer terug. Dus ik was echt wel heel stil eigenlijk. Maar ja, kijk, alles wat de eerste moet gemoed hebben. Maar... Goeie tip, als je komt, neem een zak mee. Een grote zak waar alles in past. Die is nog wel stoppen. Het is echt dikker dan vorig jaar. Dus, maar je hebt hier echt van alles. Zak moet ik nog een video opnemen. Ook wel spannend. Dus, nee, ik had er iets gezien van Tino's, dat vond ik al interessant. Alleen niet dat ik dat misschien afdoen of zo. Maar ik vond dat wel interessant. Dat geeft er niet meer terug. We gaan helemaal. Ik denk dat hij ergens. Ik moest ook nog altijd vragen, ik ben dat vergeten. Maar ja, we kunnen nog altijd terug van straks. Ja.
hier heb je zowel weer die auto's waar we net gepasseerd zijn. Dan passeren we hier weer. Maar dat is kleiner dan vorige keer. Veel kleiner. Vorige keer was echt kei groot. Dan loop ik nog verloren. Kijk eens allemaal. Hard ook antwoord. Ze zijn altijd nog gaan, we zijn niet meer. Maar die dino's ben ik kwijt. Ja, we zijn op de terugweg van de vakantie expo. Ja, het was echt kleiner dan vorige keer, want ik voelde echt wel van dat het zo klein was. Wel leuk om te doen, maar klein. Ja, ik was helemaal rondgekeken, ik had alles gezien en zeker als ik daar al niet op vakantie gaat, dan is het een beetje gek om dan nog uur rond te lopen, maar ja, we hebben wel de juiste mensen gezien die we moeten zien. Iedereen zijn al de juiste mensen. Ik bedoel, we hebben Kathleen gezien, we hebben Steven gezien, dus dat is mooi meegenomen, maar ik vond het gewoon jammer dat het zo klein was. Vorige keer was het echt wauw, dat konden we bijna niet voorzien en nu, ja, dat was gewoon één plaatsje waar iedereen stond. En dat was eigenlijk wel heel vrij weinig. Dus ja, ik was er heel snel uitgekeken. Dus ik had zoiets van ja, dat is geen zin om daar nog uur rond te lopen om je tijd daar te gaan verspillen. Nu kan ik twee dingen doen. Ofwel ga ik naar Antwerpen Centraal door met de trein. Ofwel ga ik door naar huis. Dus daar ben ik echt over nadenken wat dat we gaan doen. Maar ja, voor de rest had eigenlijk niet zoveel. Ja, zin. Eigenlijk dus. Ja. Zeker niet als je dan voor twee mensen komt. Dus je gaat vanzelf wel zien.